Ja, lieve dames en heren, het is weer tijd. We gaan weer verder met de... Kom eens even bij mijn kruiwagen kijken, jongen. Ik geef je zulke lekkere dingen voor jou. Voor 25 euro kunt u een lot kopen. U krijgt er 15 consumptiebonnen bij. Op de fietsen. Mangs, ik op de fietsen, dan denk ik wel eens. Me mist iets toch niet. Maar ik denk, dan denk ik, denk niet de Falaska, maar die moet nog verdaan. Ik wil allereerst zeggen dat ik ontzettend vereerd ben met de plaatsing van dit gedicht. En ik vind de plek voor mij ook heel bijzonder, want ja, dit gebouw of iets verderop, daar weet ik niet precies. Maar in ieder geval in het gebouw van de oude V&D, waar heel vroeger V&D, waarvan mijn moeder nog winkelmeisje geweest is voor haar trouwen. Daar ben ik op het 12e jaar, toen het geen V&D meer was, maar een meubelzaak, de woonstee. Die mijn vader runde met nog twee andere meubelboeren, ben ik liftboy geweest. Ik heb er nog een foto van met zo'n liftboy pakje. En ja, dus ik vind de plek ook heel bijzonder. Bart, van harte gefeliciteerd met je 12e plek. Wat vind je er zelf van? Ja, geweldig, geweldig. Ja, helemaal overdonderd door het succes. Ja, overdonderd. Ja, dus nee, we hebben in het begin van het jaar de doelstelling gemaakt om bij de eerste 15 te komen in Nederland. Nou, dat is gelukt. En ja, we zijn heel erg blij mee. Heel blij mee. Ja, hard gewerkt en ervoor en ja, met succes. Je valt wel vaker in de prijzen, geloof ik, of niet? Ja, 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 nou ja, prijzen. Eigenlijk is de nummer 1, 2 of 3. Daar ga je echt voor. Maar ja, dat moet een beetje realistisch in zijn. Ja. En, Johan Schaap, van harte gefeliciteerd met je 10e plek. Wat vind je er zelf van? Ja, dankjewel. Dat is helemaal fantastisch. Hadden we niet verwacht. We waren er wel voor gegaan. Maar het is natuurlijk altijd afwachten of het uitkomt. Ja. Wel bijzonder. 2 in Almelo en in Twente helemaal niks. Dus Haringstad van Twente is Almelo. Ja, heel bijzonder. Ja. Almelo staat gewoon de laatste jaren goed op de kaart. Is hij ook beter van smaak als hij vetter is? In principe is het dan ook wel iets beter van smaak, ja. Maar het hoeft niet veel uit te maken. Precies, precies. Zullen we die tekenen? De eer is aan jou. Ja, maar wij zijn gastgever in dit geval, dus ik gun jou de eer van je de eerste handtekening. Ik zal er netjes bij kijken, heren. Ja, gelachen. Kan ik beginnen? Ja. Succes bij de ontwikkeling. We hebben ook een manifest in Overijssel ondertekend, waarbij leegstaande gebouwen getransformeerd gaan worden. En we vinden dit een fantastische plek en gebouw om dit te doen. Dus daar hebben we alle vertrouwen in, ja. Ja. We hebben alles onderzocht. We hebben het gebouw onderzocht. We hebben de markt onderzocht. En wij geloven dat dit kan op deze plek. Wel het risico met betrekking tot het verwijderen van asbest als de vervuiling in de grond is voor risico van BPD. Dus daarin is de gemeente met het door de overeenkomst gevrijwaard van tegenvallers. De kids van Talenta Zomerschool weten nu bijna alles van radio en tv maken. Ze waren 2 workshops te gast bij Omroep Almelo. When I met you in the summer, to my heart beat sound. Alle werkruimtes van Avisie en AVEM werden bekeken. As the leaves turn brown
And we could be the... De redactie. As long as skies are blue. De techniekstudio met het mengpaneel. Now, but you light so soon. When I met you in the summer. En toen begon het werk. Er moest worden aangekondigd, geïnterviewd, vertellen welke muziek gedraaid zou worden. Als de rode lamp brandde, moest iedereen zijn mond houden, behalve de spreker natuurlijk. Verrassingsgast was rapper en graffiti-kunstenaar Noemar Renita. De talentenkids vroegen hem het hen van het lijf en hij was best bereid een nummer voor hen te rappen. Ik rap naar Almelo, dus ik ben een echte Almelo gewoon. En ja, eigenlijk door mijn hele jaren heen ben ik altijd met creatieve dingen bezig geweest. Als ik nou op school was en ik moest opletten voor rekenen, was ik liever aan het tekenen. Dinsdag 22 augustus keert de NS-41, de romruchte Blauwe Engel, voor een aantal weken terug naar Almelo. De trein is het begindecor van Het Verzet Kraakt, de grootste bankroof aller tijden. Aan belangstelling geen gebrek, trouwens ook niet voor de voorstelling. Er zijn al meer dan 12.000 kaarten verkocht. De Albert Heijn-vestiging aan de Rosa-Luxemburgstraat in het centrum gaat op 2 september sluiten. Klanten vinden het jammer, vooral de ouderen onder hen en de mensen die slecht ter been zijn. De gemeente doet haar best om een andere supermarkt in het pand te krijgen. Mevrouw Roosma, Albert Heijn gaat hier weg. Wat vindt u ervan in de binnenstad? Buitengewoon jammer. En kijk, dat Albert Heijn hier weggaat, dat is hun zaak. Daar gaan wij niet over met elkaar. Maar... ik heb van vorige week al een brief geschreven aan de wethouder van Wijk van de Binnenstadzaken. Van, doet de gemeente nog iets? Heel erg jammer. Heel erg naar zelfs. Want ik kan niet goed lopen. En dan ben ik echt ja, van anderen afhankelijk. En dat vind ik niet prettig. Nee. Als je dus kijkt naar de populatie van de binnenstad. Hè, dan zie je toch ook, en dat is de klacht van veel mensen. Hè, die met een rollator komen, die ouder zijn. Ja, dat is ook zo. En ik heb ook van heel veel mensen gehoord dat ze het ontzettend jammer vinden. Het is niet alleen het boodschapje, want we hebben ook eventueel, zolang er geen supermarkt is, voor mensen wel een oplossing. In het kader van begeleid boodschappen doen daar, communiceert de organisatie dat organiseert zelf over. Dus mensen kunnen in principe hun boodschappen wel in huis krijgen, maar mensen vinden het ook zo heel gezellig als ontmoeting en om even een loopje te hebben. Dus ik snap hoe belangrijk het voor mensen is. Daarom werken we er ook heel hard aan. De wagen komt, dan is de mond aan. En daar moet iemand eens wat in komen in het licht in. En dat doen ze ook. De rebellen opnieuw dus. De oren, die sprint. En brandt dan geen als die sprint wint. Komt hij op 15 punten. Maar in de kom op, wat dank je toe? Ja! De man van Trek Segafredo, die als eerste over de weg daverde
uitermate terechte winnaar van deze profronde Almelo. En wat een mooi podium, want dat mag je toch ook zeggen. Met Mollema bovenop, met op de tweede plaats Stan Kinker en als derde Timmer. Daar doe je het voor. Daar is de organisatie trots op en daar mogen ze trots op zijn. Ja, dat kunnen we zo aanreiken nog. De rondewissen zijn er, de prijsuitreikers zijn er, de renners zijn er. Uw applaus en toejuichingen voor het podium van de profronde van Almelo 2017. Hoe bevalt het tot nu toe? Wel goed. Ja? Ja. Ja. En hebt u al wat gegeten? Ik heb wat gegeten, tot op heden goed. Alleen ja, die brandnetelthee of brandnetelsoep, die kwam iets erg naar voren. Dan ben je een held. Dan ben je een held. Dat is wat ik nu doe. Dit verhaal dat moet vertellen. Dat kunstwerk heeft ook al elders gestaan. En waar was dat? Dat was in Amsterdam tijdens het Amsterdam Light Festival. En daar heb ik hem neergezet in samenwerking met een groep studenten van de Universiteit Twente. Onder leiding van Vanessa Evers. Wij proberen die ledverlichting vast te maken. Maar dat is een hele klus. Ja, dat zie ik. Het wordt een bepaald patroon, hè? Heleboel creativiteit in je. Ja, dat kun je wel zeggen. Aankomende zaterdag is inderdaad hier de opening. En zondag doe ik een gedeelte van de dansroute. En hier zal dan ook hiervoor een dans ook plaatsvinden. Dus bij dit kunstwerk. Buitenom komen polycarbonaatplaten. En die laten het licht mooi door. Diffusie door. Dus niet dat je echt puntjes ziet, maar mooie diffuus licht, zeg maar. In kleuren. En dan kunnen wij in Almelo een hele tijd hiervan genieten. Tot hoe lang blijft dit hele kunstwerk hier? De planning is tot 31 december. Vandaag de presentatie van het boekje van Badje. Hoe is het om Badje weer terug te zien? Ja, geweldig. Het was mijn favoriet al, gelijk. En ik vind het nog steeds, als ik het zo zie, wat een geweldig leuke hond is het. Maar ik zie wel dat hij in bijzonder goede handen is bij die nieuwe collega uit Friesland. Over het algemeen weet men dat soms ook wel van de voort dat je honden africht en dat ze soms ook naar een ander korps kunnen gaan. Dus je houdt er wel een heel klein beetje rekening mee. Het is een kinderboek en het gaat over Badje.
Dat is de, ja, wie kent hem eigenlijk niet, hè? De beroemde politiepup van Almelo. Nou ja, hij is nu naar het noorden vertrokken, maar wel geboren en voor een deel getogen in Almelo. Dus toch een beetje onze Badje, hè? Er is erg veel werk verzet door een klein leger vrijwilligers. Zij kwamen vele uren hier om belangeloos hun bijdrage te leveren. Liters verf, saus, vele kwasten, rollers, stroomdraden en natuurlijk vele koppen koffie werden er gebruikt. Een enorm applaus voor deze mensen lijkt me zeer zeker op de plaats. Dat dit moment vandaag plaatsvindt, dat het Ahoes weer beschikbaar is voor het hele dorp, dat is vooral aan de inwoners van Adorp zelf te danken. Ja. Kunt u het allemaal zien? Dat was het allerlaatste dat we van hem hoorden. Liefste, vanaf vanmorgen staan we met een transport naar Duitsland op het perron al hier. Met mij zijn ook Douwe en Willem Meens. Lieveling, ik had nog zo ontzettend graag geweten hoe de bevalling afgelopen is. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Waar we nu naartoe gaan is niet bekend. Hopelijk zien we elkaar nog eens terug, zo God wil. De oorlog kan zo lang niet meer duren. Daar dit mijn laatste brief zou zijn voor mijn hopelijke thuiskomst, wens ik jou en de kinderen het allerbeste. Vele kussen. Voor jou en de kinderen. Liefste, tot spoedig. Dag, Dirk. We gaan door, Herman. Die godverdamme. Josie. De muziek stopt. Nooit. Dat is eigenlijk best zwaar werk, dat beeldhouden. Klopt, het is redelijk pittig om te doen. Maar aan de andere kant minder zwaar dan de meeste mensen denken. Het is toch vooral een kwestie van techniek. Maak je dan ook gebruik van gereedschappen zoals een haakse slijper of iets dergelijks? Ja, gebruik ik ook. Ik werk zowel met de hand als machinaal, haakse slijper, pneumatisch hakhamer. En ja, bij voorkeur eigenlijk toch wel met de hand. Maar niet alle grote werk is daar geschikt voor. En ook niet alle steensoorten kun je handmatig bewerken. Dus.
Ja, maar ik hou ervan om een beetje de zaak af te wisselen. Als ik iets een tijdje gedaan heb, dan wil ik gewoon weer wat anders. Ja. En beeldhouden is van de laatste tijd? Dat is iets van de laatste jaren, ja. Ja. Dat laatste werk wat net gefilmd is, heeft u het ook in Frankrijk gemaakt? Ja, dat is het. Wel deze keer als enige. Meestal maak ik er meer, maar doordat ik het huis zo netjes achter wilde laten, omdat ik het hoop te verkopen, heb ik natuurlijk minder tijd aan mijn andere werk gehad. Maar het is wel een dubbele. Het is wel een dubbele, ja, heb je goed gezien. En dat was lastig hoor, dat was lastig. De vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Almelo gaat in zee met de stichting Knarrenhof Nederland om het woonproject Hof van Heden Almelo te realiseren. Woningstichting Beter Wonen Almelo stelde woensdagavond haar vergaderruimte ter beschikking voor een informatieavond. Wat is de rol van de Knarrenhof in het project? De Hof van Heden van Almelo die heeft eigenlijk mij gevraagd of ik hen wil helpen om het proces verder te organiseren, om ook daadwerkelijk tot grondeigendom te komen en tot stadbouw te komen. Hoeveel projecten heeft de Knarrenhof al gerealiseerd? We zijn nog maar 6 jaar bezig. Dat betekent dat we nu een paar maanden geleden met de startbouw zijn begonnen van het eerste project. Gemiddeld duurt een CPO 9 jaar tot startbouw. Leg even uit, wat is een CPO? CPO is vakjargon voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus eigenlijk groepsbouwen. Ja. Dus gemiddeld duurt dat 9 jaar. In Zwolle zijn wij na 5 jaar zijn we tot startbouw gekomen. En dat wordt over een paar maanden opgeleverd. Dus mensen kunnen nu al kijken in Zwolle, in de A-landen, hoe dat hofje eruit gaat zien. Maar wij maken natuurlijk elk hofje anders. Ja. Maar als we voldoende mensen hebben
die wel wat geven om hun buren, die geven om duurzaamheid. En die de plek bijvoorbeeld op het Indie-terrein een mooie plek vinden in Almelo. Ja, als we voldoende mensen hebben, kan het. Het kan uit. Een kleine 400 mensen schoven donderdag aan bij het Nationaal Integratiediner in het Polmanstadion. 7 jaar geleden kwam het initiatief van Azito. Azito organiseerde in samenwerking met Heracles Almelo, Stichting de Club Twente. En dit jaar schoven ook 100 ouderen uit Huize Friesel aan. Vanmiddag vindt hier de 7e editie van het Nationaal Integratiediner plaats. En op de hotspot in het Heracles Almelo Stadion. En dit jaar schoven ook 100 ouderen uit Huize Friesel aan. Een keur van nationale gerechten werd gekookt door de kookploegen van de deelnemende bedrijven. Joey Pelupessi, wat doen jullie hier bij het integratiediner? Nou ja, zoals je ziet zijn we met een paar spelers aanwezig om dit mooie initiatief eigenlijk te steunen. En ja, je ziet dat de jongens het ook leuk vinden om hier even een kijkje te nemen en ja, rond te lopen om te zien hoe de mensen zich binden met elkaar. En ik vind het persoonlijk ook een heel goed initiatief. Ik ben zelf ook ambassadeur hiervan. Dus ja, voor ons is het natuurlijk ook heel erg leuk om aanwezig te zijn. Ik mag u overhandigen namens de Herman Krikhaardprijs de oorkonde die bij uw prijs hoort. Het betreft niet alleen een oorkonde, maar tevens ook een financiële bijdrage. Want als ik uw werk zie, dan denk ik dat redelijk kostbaar is om met glas te werken. Dat is inderdaad wat zij. Ik ben zeer verheugd. De mensen die mij dat beoordeeld hebben, die dank ik van harte. Ja, en ik vind het sneu voor de andere kunstenaars, maar ja. En vooral die 6 genomineerden ook nog. Dus, en die ken ik ook nog heel goed. Dus, Nou, verwacht niets. Maar zoals alle kunstenaars denk ik wel een klein beetje gehoopt natuurlijk. Het is toch een hele eer dat je deze prijs hier in ontvangst mag nemen. Dus ik ben er heel erg blij mee, moet ik zeggen. Ja, er zit ook nog een geldbedrag van 500 euro aan verbonden. Dat vind ik natuurlijk ook wel heel erg fijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik de eer dat ik dit mag winnen nog veel groter vind. Ja, ik hoop niet dat het hier naar beneden valt. En dan dat je denkt, nou kijk, maak er maar iets anders van. Dat is niet voor de bedoeling, denk ik. En het staat hier wel heel erg gevaarlijk. Dus dan moet ik nog eens even kijken wat ik daarmee ga doen. Dus, Qua betrokkenheid en qua trots en zo. Je hoeft niet zielig om het te vinden of zo. Maar ik heb nog nooit gehoord, toen niet, nu niet, van hé, jongen, wat ben je goed bezig. Hier een schouderklopje of we zijn trots op jou. Dat hebben we nooit gehoord. Maar dat heeft dus ook te maken met het gewoon niet kunnen uiten. Want ja, ze hebben echt geen idee wat ik doe. Als ze hier zouden staan aan de bar, dan zou mijn moeder schaapachtig kijken. En mijn moeder vader zou waarschijnlijk gewoon gaan zuipen. Achterlijkheid, dat is allemaal vertegenwoordigd. Je hebt achterlijke moslims, achterlijke christenen, achterlijke atheïsten, achterlijke artiesten, achterlijke kunstenaars, achterlijke boeren, achterlijke Almelo's, achterlijke Enschede's, achterlijke Turken, achterlijke Grieken, Dus, om mijn aandacht in hoe schrijf je een programma dat een uur duurt? En dat meisje dat verongeluk met de auto. Oh, droeven is jong, dat verongeluk. Echt, mijn buurman ook, kapot jongen, een rouwproces. Ik geloof 5 minuten. Toen was hij er helemaal klaar mee. Toen zat hij wel achter de computer. Terwijl hij riep, haal het nou gewoon nieuw. En er wordt wel eens een beetje zo op gereageerd van wat hardvochtig. Maar dat is niet waar. Hardvochtig zou het pas zijn geweest als mijn buurman zijn bruik bewust had laten verongelukken. Dat heeft nooit iemand kunnen bewijzen. We blijven heel vervelend, maar zoals nu de foto gemaakt wordt.
locatie van het verzet Praag. Die duurt ook ongeveer 17:30. Dan gaan we vanuit deze zaal naar de Beethovenzaal. Daar kunnen jullie allemaal een USB-stick ophalen. De burgemeesters van Almelo, Rijsselholte, Wierde, Twenterand, Te Bergen en Hellendoorn komen bij elkaar aan de keukentafel bij de familie Kerkdijk in Dalen. Toen konden we niet vermoeden dat het zo'n succes zou worden en dat het zo'n uitstraling zou hebben. De regio stond maandenlang in het teken van het verzet Kraak. Ik ben mama al. Everybody look around, there's a reason to rejoice, you see. Everybody come out, let's get in. Dan zat hij in het gedicht en met een hamer. Ja? Moet je flink trekken. Oh, ik dacht je mag slaan. Maar dat, pas op. Je zacht gooit. Even. En tellen jullie het af? Ja, naar beneden, naar beneden. 1, 2. Brief aan de woningstichting Sint-Jozef. Meneer, het huis waarin ik woon en waar geen venster sluit, daar hou ik het met vrouw en zoon niet al te lang meer uit. Wel heb ik er als timmerman wat aan gerepareerd, maar het werd er weinig beter van, want alles is verweerd. Het heeft alles te maken met het jubileumfeest in 1994... waarbij wij Willem Wilming hebben uitgenodigd om een voordracht, een bloemlezing te houden van zijn werk. In eerste instantie is het idee van, nou, ik schrijf een brief aan de woningstichting Sint-Jozef, is ontstaan vanuit Willem Wilming zelf. En we hebben er natuurlijk zeg maar, met heel veel dankbaarheid het gedicht, het rijm van hem aanvaard. Hallo! Hallo, hey Sinterklaas! Hallo Sinterklaas! Hallo! Wat ik hier moest doen, hè? Dat doen burgemeesters, mensen trouwen. Ik ga jullie ook feliciteren natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Heel veel geluk samen. Het is de sleutel van het Sinterklaashuis. En alle winkeliers in Almelo hebben hun best gedaan om een heel mooi pand voor u helemaal in te richten. En een heleboel vrijwilligers hebben erbij geholpen om het helemaal klaar te maken. Ja.
Wethouder Ten Saldam reikte dinsdagmorgen, geassisteerd door burgemeester Gerritsen, chocoladeletters uit aan het personeel. Was dat niet een beetje vroeg? Dat lijkt misschien vroeg, maar als je wat te vieren hebt, dan passen chocoladeletters daar prima bij. We hebben vier nominaties binnengehaald in het kader van de digitalisering van de dienstverlening. Dat noemen we e-burgerzaken. Vier nominaties en van die vier nominaties hebben we twee prijzen gewonnen. Eentje op het onderdeel reisdocumenten, de eerste prijs. En we hebben ook de eerste prijs gewonnen overal. Dus op alle onderdelen bij elkaar genomen is Almelo als eerste uit de bus gekomen. Het voordeel is dat de inwoner een aantal zaken gewoon thuis kan regelen via zijn computer. Bijvoorbeeld reisdocumenten, maar ook bijvoorbeeld geboorteaangifte. Dus in de toekomst dan gaat alles zo'n beetje via de computer? Nee, absoluut niet. Nee. We houden echt rekening met de behoeften van onze inwoners. Wij bieden de mogelijkheid aan daar waar dat kan. Mensen die dat willen, kunnen gewoon altijd nog langskomen hier. Dat zal ook nooit in de toekomst gaan veranderen. We doen het allemaal vanuit oogpunt dienstverlening. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. Ik vind het natuurlijk helemaal fijn dat we met elkaar dat 125 jaar grote schrik met elkaar gaan vieren vanavond. En om dat goed te doen, gaan we jullie het komende half uur meenemen terug in de tijd. Dus we gaan terug naar 1892 en komen uiteindelijk aan in het heden om vervolgens een stukje verder te kijken in de toekomst. Want als je in staat bent geweest om meer dan 125 jaar je bedrijf zo neer te zetten, dan mag je het predicaat hofleverancier aanvragen. Want dat betekent dat ik hier mag staan met de mededeling dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd om jullie bedrijf aan te merken als hofleverancier. Ik wil graag u, meneer Smit, en u, meneer Smit, op het podium om de stad Venlo, om de stad Almelo te gaan. De familie Smit, dames en heren. Justin Harens, je hebt juist een geweldige vuurwerkshow gegeven. De hoeveelste keer is dit? Ja, we gokken dat het de tiende keer is, inderdaad. Ja. We hebben er geen duidelijke registratie van, dus maar in ieder geval heel lang. Moeten we vuurwerk nu helemaal verbieden? Ja, kijk, het is natuurlijk erg lastig om dat uit de mond van een handelaar dan te vragen. Maar kijk, ik zou natuurlijk altijd pleiten om vuurwerk te houden. Maar goed, los van dat, uit mijn persoonlijke mening vind ik het toch wel, ja, weet je, de oorzaak komt doordat men gewoon te veel ouwe hoert met vuurwerk. Daar komt het gewoon een beetje vandaan. Als wij dit siervuurwerk wat we vanavond gezien hebben op een normale wijze aansteken, dan kan daar niks mee gebeuren. Thank you.
is een uit de hand gelopen hobby. Begonnen met een aantal huisjes op de kast, zoals bij de meeste mensen. En dan haal je er een paar bij ieder jaar. En voordat je het weet heb je zo'n opstelling als hierachter staat. Ik vind het leuk om dat ieder jaar op te bouwen. Normaal gesproken staat het bij mij thuis. Alleen ik heb een paar huisdieren de afgelopen jaren erbij gekregen waar ik het niet helemaal bij vertrouwd. Vandaar dat het vorig jaar en dit jaar hier staat. Ik hoop dat het volgend jaar wel weer bij mij thuis staat. De passie is voor beide, laten we het zo zeggen. Mijn man, Adrie Linneman, die vindt dit geweldig, maar is wat minder creatief. Dus die brengt meestal wel de ideeën in en helpt met hand- en spandiensten, met het uitpakken en inpakken van de dozen en het kopen van de spullen. Dat doen we samen. We vinden het leuk om ernaar te kijken. Het opbouwen, dat komt op mijn stukje terecht. En onderhoud dan? Het is heel erg kwetsbaar, dus er gaat regelmatig wat kapot. En dat moet dan in de werkplaats eventjes uit elkaar geschroefd worden en kijken of je het kan repareren. Soms lukt dat, soms niet. Dan heb je een reden om wat nieuws te kopen. De kerstboom in de vijver van Creta stond zaterdagmorgen vroeg nog in de windslaan. We kregen een oproepje in het Almeloos Weekblad. Dat is de vroegste kerstbomen. En de plannen waren er om deze kerstboom toch te kappen. Dus hij wordt erg groot. En hij staat heel dicht bij het huis. Dus vandaar. Dus hebben we daarop gereageerd. En ze vonden hem zo mooi dat hij nu wordt gekapt. Teams. We vragen altijd een aantal teamcaptains. We hebben bijvoorbeeld een sportteam onder leiding van Stef van der Velde van het sportbedrijf. We hebben een ondernemersteam onder leiding van Gabriel Urukçoklu van Creta in het Hookhoes. We hebben een evenemententeam onder leiding van Marianne van der Steeg, directeur Almelo Promotie. Dan hebben we een team van politici onder aanleiding van burgemeester Arjen Gerritsen. En we hebben een team van rechters en mensen uit de rechtbank, van de Griffie en zo, onder leiding van rechter Ulbo van Houten. En dat is geworden het raadslid van de VVD, Jamie Pauwels. Hij is de politicus van het jaar 2017. Wow. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Ja. En ik heb nog bloemen. Je zou zeggen dat iemand die dan even komt brengen of zo.
De zesde editie van het Glazen Café Bunnebroek. Dit jaar drie DJ's hier. Dames en heren, geef ze eerst eens een applaus. Onze DJ's van vanavond, Sander, Peter en René. Zometeen gaan we nog even een momentje doen met een weegschaal. We gaan even kijken wat jullie nu wegen en hoeveel je zondag bent afgevallen. Of hoeveel je misschien wel bent aangekomen, je weet maar nooit, hè. Sander heeft de weegschaal op de nul gezet en gaat nu... En we spieken even mee. Monique, noteer je even 92,6. Valt mee, valt tegen? Ik ben ongeveer een kilo zwaarder dan een uurtje geleden. Peter Bolt staat nu op de weerschaal. Genoteerd. 85,9. Goed genoeg. En tot slot, René Stamsnijder. Gaan we ook even kijken wat hij nu weegt. Voorafgaand aan het... Heeft hij die twee bij elkaar opgeteld, joh? Oh nee. 98,6. Nou, en bedankt zo, Albert. Opgesloten, hoor. Peter, ben je er klaar voor? Ja, jij ook? Ja, ja, eigenlijk wel. Moet wel, hè? René ook? Ja, zeker weten. Nou, heel mooi. Should old acquaintance